Vandaag start de inhoudelijke behandeling van de zaak tegen Thijs H., een op het eerste oog vriendelijke student die vorig jaar mei het hele land schokte door drie mensen te vermoorden. Op 4 mei 2019 steekt Thijs H een vrouw dood die met haar honden aan het wandelen is in de Scheveningse bosjes in Den Haag. Drie dagen later pleegt hij nog twee moorden. Op de Brunsumer heide in Limburg vinden wandelaars de lichamen van de 68-jarige Frans en de 63-jarige Dini. Beide slachtoffers kennen elkaar niet. Aanvankelijk ontkent H. dat hij de dader is. Maar na een paar maanden bekent hij toch. Ik bekend dat ik deze moorden heb gepleegd. De drie slachtoffers zijn volgens hem totaal willekeurig vermoord in een psychose. Onderzoekers van het Pieter Baan Centrum beamen dat. Dit is dus wat er gebeurd is. Maar om ons geheugen op te frissen. wat kun je nog meer vertellen over Thijs H.? Deze Thijs uh, zegt dat hij uh, stemmen heeft gekregen en uh, tekens kregen in de vorm van kentekens, nieuwsberichten. Waarbij hij zegt: Stemmen riepen mij op om twee moorden te plegen. Dus hij heeft dat in Scheveningen heeft hij dat gedaan en heeft hij één vrouw vermoord. Uh, durfde zei hij dan, op dat moment de tweede niet, of deed dat niet. En daarna kwamen de stemmen weer en moest hij het nog afmaken. Dus hij heeft dat afgemaakt op die heide en daar twee mensen vermoord. Misschien dacht hij twee in één. Nou, dat is niet duidelijk. Dat heeft hij gezegd. Hij is daarna heeft zichzelf gemeld met bebloede kleding bij een inrichting uh, in, uh, in Limburg. Daar is hij je ontvangen ook, maar daar is hij op een gegeven moment weer gevlucht. Toen is hij naar huis gegaan. Zijn kleren zijn gewassen, vermoedelijk door zijn ouders, maar dat is niet duidelijk. Ouders willen niks verklaren, zus ook niet. Die hebben ook een verschoningsrecht. Je hoeft niet te verklaren. DNA sporen zijn verdwenen van een wapen. Alles lijkt erop dat hij het heeft gedaan. Nou, dat heeft hij minstens dus ook bekend. Zijn ook DNA sporen gevonden. Maar waar gaat het nou om? Is er sprake van een psychose? Of uh, heeft hij het boete willen gedaan? Mm -hmm. En daar zijn verschillende signalen. Ja, want uh, Thijs H. en ook het Pieter Baancentrum, dus, waar hij onderzocht is, zeggen van. Uh, uh, hij heeft de moorden in een, een psychose gepleegd. Ja. Maar de nabestaanden en ook het Openbaar Ministerie geloven dat niet. En ja. daar zijn ook aanwijzingen voor dat dat het verhaal niet helemaal klopt. Nou, dat klopt. Ik ja, kan me er ook iets bij voorstellen. Want je hebt, het is moeilijk. Wat gebeurt er als iemand psychose heeft. en zeggen je bent totaal ontoerekeningsvatbaar. dan moet je juridisch moet je ontslagen worden van rechtsvervolging. en geen straf krijgen. Want je weet. Was in de war. Dus uh, ja, je moet wel verpleegd worden, maar hè, er volgt geen straf. Maar er zitten natuurlijk wat rare dingen in. Aan. Pieter Baan doet natuurlijk heel gedegen onderzoek. Maar ik weet ook uit het verleden dat mensen de boel in de maling kunnen nemen. En dat ook hebben geprobeerd. Dat is lastig. Ik denk wel, wel bij een psychose. Oké, okay, dan heb je dat de ene dag gedaan. En dan drie dagen later doe je dat weer. Psychose volgt dat elkaar op. Of is dat een paar dagen psychose? Dat. Aan de andere kant eh, meldt hij zichzelf dan bij een inrichting daarna, maar weet ook te ontsnappen. Wordt teruggebracht door zijn ouders, ontsnapt weer. Denk, ja. Ja, dan ben je, is dat een psychose? Ja. En, en, en ook die zoekgeschiedenis? Heel goed, hè? Jou. Ja, die zoekgeschiedenis op Google. Dat hebben ze gevonden op zijn computer. Dat hij heeft gezocht van hoe fijn zie ik een psychose. Hoe doe ik net alsof ik een psychose heb? En hoe kan ik rechters om de tuin leiden? Ja, dat is niet voor iemand die een psychose. En dat opeens in de opwelling doet. Het zijn voldoende. Dat is geen bewijs, maar het is weer... Circumstantieel omstandigheden dat je denkt, ja, dat, dat riekt naar iets alsof je dit al van plan was. En hoe wordt dat dan gewogen? Dus aan de ene ja, is kant is het niet de baancentrum, maar aan ja. de andere kant is het Nou, daar zijn de rechters voor. Dus gelukkig niet een advocaat en een ja. officier. Want natuurlijk zal ze advocaat, als je wening zeggen, luister, duidelijk psychose, moet niks volgen, ontslag van rechtsvervolging. Maar een officier van justitie zal dan andere kant lichten. En het staan de rechter om dat te wegen. Ja. Hoe heeft u die zaak gevolgd? Want zorgt er nogal voor, voor ophef hè, in ja, het land? Ja, heel heftig. Heel heftig. Juist ook omdat het zo willekeurig is gegaan dat er eigenlijk. Lijkt niet echt een motief voor te zijn. Want het zijn willekeurige mensen ja. en slachtoffers uh, die zijn gemaakt. Ja, dat kan iedereen overkomen. Dus dat, dat komt behoorlijk binnen, daar schrik je wel van. Ja. En uiteindelijk ook. Hè, dan zou het toch ja. voor heel veel mensen vreemd zijn, ook al, ja, is dat natuurlijk aan de rechter, maar het zou best wel vreemd voelen als iemand geen, geen straf krijgt voor, ja. voor dit wat hij gedaan heeft. Is dat, die kans daadwerkelijk aanwezig? Ja, dat is heel moeilijk. Kijk, je kan, eigenlijk kan je zo'n uh, TBS wat gevraagd kan worden, of psychiatrisch ziekenhuis van een jaar. Dat kan je. Niet zonder oplegging van straf doen. Maar vaak volgt er een kleine straf. Hè, zodat je zo snel mogelijk behandeld kan worden. Dat is voor nabestaanden is dat heel erg lastig. Stel dat je. Maar aan de andere kant. Als je echt kijkt naar de persoon, hij heeft echt een psychose en hij kan behandeld worden, dan heeft een straf weinig zin. Wil je dat iemand zo snel mogelijk behandeld wordt? Dus ook voor rechters ja. is dat: hoeveel leg je op? Dat je toch naar de maatschappij kijkt: we straffen wel wat en we kunnen dan dit doen. Maar, dat is een lastige afweging. Zeker, maar kan het dan daadwerkelijk zo zijn dat hij relatief snel weer vrijkomt? Uh, theoretisch is dat mogelijk, want uh, stel dat ze besluiten van nou, we geven uh, een kleine straf en een psychiatrisch ziekenhuis. Dat verwacht ik hier niet hoor, bij drie moorden. Ik verwacht dan wel een TBS-eis. En dan hangt het van die TBS af, die gaat een paar jaar en dan na nou, maar een paar jaar wordt er bekeken van moet dat worden verlengd. Ik krijg je verlengingszittingen. Maar zou, stel dat hij de boel helemaal in de maling heeft genomen en zich uitstekend gedraagt. En de artsen zeggen hij is genezen, gaat hartstikke goed met hem. Theoretisch kan hij er dan uitlopen, ja. Maar in de het... praktijk, dat, het beeld dat ik van TBS heb, ja. is, is dat het eerder ingewikkelder is om eruit te komen uh, dan dat ja, je er zomaar maar, uit bent. Nou, dat is waar, maar er vergissen mensen zich wel in. Je hebt verschillende soorten TBS, eh, met ook de dwangverpleging. Sommige mensen kunnen niet behandeld worden, zien artsen ook meteen. Die gaan naar een long-stay afdeling, heeft geen zin om te behandelen. Hm. Maar anderen wel degelijk, en dat hoor je natuurlijk niet zo, omdat ze terug de maatschappijen gaan en echt verbeterd zijn. Dat kan je, je niet voorstellen we hebben voor je gevoel alle TBS's fout fout fout, maar dat is niet zo. Sommige mensen kunnen verpleegd worden en herstellen. En dan hebben we natuurlijk, nu wordt deze rechtszaak behandeld in coronatijd. We ja. hoorden natuurlijk veel over de, de vertragingen die, die, die opgelopen zijn en al zaken die bleven liggen. Hoe, hoe zit dat vandaag? Zijn, is iedereen gewoon aanwezig? Ja, nou, bijna iedereen. Het is nog niet duidelijk wat ze met het publiek doen. Het is wel inmiddels duidelijk dat alle officieren: de officier van justitie, rechters, rivier, advocaten. en ook de nabestaanden, de benadeelde partij, dus advocaten met slachtoffers, de nabestaanden, die mogen ook in de zaal aanwezig zijn. En dat Verbetering met de afgelopen weken ik heb heel veel zittingen online gedaan en dat is heel erg raar als je dan de verdachte in, in de gevangenis zit of huis van bewaring, jij achter je ja. beeldscherm, en zit er zitten officier en rechters in toga en die zien elkaar constant, die blikken. En dus het is fijner allemaal in de zaal. En, en, uh, ja. en dan wordt de eis ook snel verwacht, toch? Wanneer? Uh, die volgt als het goed is volgende week, maar je weet in zo'n zitting nooit wat er gebeurt, kan ook worden stilgelegd, maar in principe volgende week.